Ja, vrienden. Ja, zit al 3,5 week zitten we hier al in huisarrest. En we hebben nog 2,5 week te gaan. Dus ja, de verveling begint wel toe te slaan hoor. Ja. Maar goed, vandaag op het programma hebben we staan Harry's Pasta Saus. Ja, en ik beloof jullie, dit is de makkelijkste saus om te maken. Ja, ik bedoel, zo eenvoudig. Ik bedoel, het is werkelijk om te grillen. En hij is het allerlekkerste. Ook nog een keer. Begin natuurlijk met het snijden van uien. Daar beginnen we mee. 2 grote uien. Dat is de start. Ja, en dan is de knoflook aan de beurt om op te snijden. Ja, en luister eens even. Niet te weinig, hè. Hier gewoon lekker, lekker veel uur. Lekker veel knoflook. Ja, en dan gaat dit, de knoflook, die gaat bij elkaar met de uien. En die gaat dan hier, hier zit olijfolie in, hè, in deze pan. En dan gaat dat, hup, met z'n allen zo de pan in. Hoppatee. Een beetje roeren, zo, lekker. Lekker. En dat laat je gewoon even een minuutje of 2-3 even fruiten. 2 blikken heb je nodig. 2 blikken met gepelde tomaten. Ja, die maak je alvast wat een beetje kleiner zo. En huppakee, en dan gooi je dat hier bij die uien. Want die zijn nou klaar met die knoflook. Oi, oi, oi. Jongens, dit is zo'n simpele saus. Zo waanzinnig lekker. Kijk, en dan roer je dat een beetje door elkaar. Want dan kan dat een beetje kennis maken met elkaar vast, hè. Ja. En dan zet je het gas medium. En dat laat je 20 minuutjes staan. In die tussentijd, hier snij ik alvast wat champignons. Ja, hier, kijk, dat is. Oh, dat is straks lekker in die saus. Ja, champignons gaan ze in de koekenpan. Die gaan we gewoon lekker opbakken. Kijk, daar gaat gewoon zout en peper overheen, natuurlijk. Dat is duidelijk. Hier gewoon, hoppatee, dat hoort erbij. Hier ook nog een beetje zout en peper. Bij onze jongens van de uien. En dan gaan we dit gaan we eens even lekker opbakken. Zo. Champignons gaan even hier. Ja, die komen zo weer aan de beurt. En intussen gaan we door met dit. Zo'n staafmixer. Die zet je erin. Huppakee. En hop, daar gaan we. Ja. Kijk. Kijk. Maak er een gladde saus van. Ja, dan neem je ongeveer 500 gram gehakt of zo. En dan ga je dat roel maken. Gehakt klaar. Kijk, je gaat er gewoon bij. Je gooi je gewoon bij die puree. Hup, lekker gehakt. Dan komen natuurlijk die champignons erbij. Hier, ja, let op. Dan gaan de champignontjes erbij. Hoppakee. En klaar is Kees. Nou, dat gaan we natuurlijk even een beetje door elkaar husselen. Dit. Kijk, zo, ja, even proeven natuurlijk, hè. Oh, wauw, ja, Harry's pasta saus, jongens, maak hem nou, want dan eet je gewoon thuis in je eigen restaurant.